troch het ritmestoornissen, moest er zijn eerste profavontuur stopzetten. Daarna verleren zijn heid en tegelijkertijd zijn grootste fan. Alsof het alleen nog net genoeg is, kreeg er Aurelie Lien een ongeluk dat er zowat zijn hele boppenlief met bruts. Ik heb een beetje een carrière gehad met ups en downs. Toen ik 20, 21 was, ben ik natuurlijk al even prof geweest. Ja, dat is toen het lukt. En daarna heb ik nog het nodige gebeurd. Maar ik viel nou voor dat ik clear ben voor dit niveau. En ja, dat heb ik natuurlijk ook zin in met de overwinning in Antalya. Ik wist wel dat het erin zit en dat ik op dat niveau kon winnen. Maar om het dan te laten lukken is heel lastig. En ja, het viel gewoon als een bevestiging. En dat ik het niveau in me heb en dat het dan eindelijk lukt na al die jaren. Dat is toch wel echt lekker. Ja, het is leuk om, om weer op het hoogste niveau te rijden. Om de grote wedstrijden te rijden. Dus ja, ik hoop dat we het Friese wielrennen op die manier ook weer wat op elkaar zetten kunnen. Snijn riet Hartijs de Vries de Amstel Gold Race, de grootste hutfietsklassieker van ons land. Zo'n grote wedstrijd riet de Vries net jeder. Ja, dat is wel mijn grootste wedstrijd tot nota. Ja, het plan en het doel is wel om samen nog verder te groeien, zeker. Ja. De was maar toe de titel maar naar de Tour de France. Ja, zeker.